Laura Beuge studeert aan de Kunstacademie en organiseerde met medestudenten een speciaal kunstproject in de Noordsingelgevangenis. Vind je jezelf wel kunstenaar? Ik ben nog weg. Ik zit nu in mijn vierde jaar van de Kunstacademie, maar ik denk dat er nog zoveel te leren is. Maar ze zeggen dat je wel kunstenaar bent of niet. Dat het er eigenlijk gewoon al in moet zitten? Ja. Zit het erin, denk je, bij jou? Ja. Waarom denk je dat? Omdat het op een hele natuurlijke manier gaat. Het was ook geen verrassing, denk ik, voor mijn ouders dat ik naar de Kunstacademie wilde. Het zit een beetje in het bloed, misschien. Ja, het is een creatief gezin. Ja. En wat is het leukste project wat je hebt gedaan of aan het doen bent bij de Willem de Koning? Nou, ik doe nu een heel leuk project in de gevangenis. Noordsingel. En dat is heel leuk omdat we samen met allemaal studenten hebben een project bedacht. En dat is ook voor jongeren bedoeld. En dat is heel leuk om gewoon samen te ontwikkelen. We hebben het bedacht en mochten het uiteindelijk ook uitvoeren. Leuk, en in je buurt. En in mijn buurt, ja. Naast haar studie werkt Laura parttime als fotomodel. Hoe vind je dat om jezelf hier zo te zien? Vreemd. Vreemd, ja? Ja. Normaal zie ik mezelf niet zo. Is dit niet Laura voor jou? Een andere kant van Laura. Een andere kant van Laura. Ja. Hoe lang ben je al model, Laura? Nu 2 jaar. En hoe vind je het om model te zijn? Heerlijk, om 1 dag even alle aandacht te krijgen. Ja. Nee, ik vind het heel leuk. Maar soms herken ik me er niet helemaal in. Maar dan is het wel heel leuk om het resultaat te zien. Denk je, wow, ben ik dat. De workshop in de gevangenis gaf de deelnemers naast een creatieve uitdaging ook een kijkje in het leven van de gedetineerden. Het idee erachter was dat als je als gevangene hier zat, dan had je geen internet, je mocht ook vaak niet bellen. Dus iedereen was heel hard brieven aan het schrijven. En we hebben hier, je kan hier 3 dagen lang workshops doen en dan is het erg leuk om dan ook je eigen papier te kunnen maken. En dan kan je het, de volgende dag kan je het hier ook zelf typen en schrijven met de oude typemachines. En een valse postzegel maken, want dat deed ze ook vaak, dan hoef je niet te betalen. Ja. De echte waar gebeurde verhalen, daar hebben we naar gekeken en workshops bij bedacht.